Het Vrije Volk, uw krant, uw tolk. In de Witte de Witstraat. We waren met de camera boven, op de redactie. Op de vierde verdieping. Er zitten aan de ene kant de heren hun stukjes te schrijven, aan de andere kant zitten weer wat heren en dames. Pagina's in te delen. De foto's die worden dus in beeld gebracht. Dit wordt waarschijnlijk een drie koloms of zo. En dan zit daar in de hoek, in deze hoek, Theo Gootjes. Theo die iedere dag weer opnieuw in moet haken op de actualiteit. Vandaag toen wij er waren dus de papieren strijd tussen Carter en Khomeini. Wat voor Theo aanleiding was om een tank te tekenen met een vulpen als loop. En wanneer is zo'n werkstukje dan... Na enkele uren denken, tekenen, creëren, mag je wel zeggen, klaar is, dan gaat zijn werkstukje via de buizenpost naar de drukkerij. En schiet hem de hele Witte de Witstraat door. En dan rollen aan de andere kant uit de persen, dus de kranten. Er zit maar weinig tijd tussen. En dan wordt dus de zaak... in de wijde omgeving gedistribueerd. En nou, een korte spanne later, dan komt er weer een dankbare lezer. Die zijn krantje openslaat. En wat een uur of twee uur daarvoor door Theo is afgeleverd, dat nou, staat hier. Nu of twee, dan is die krant gezakt en dan gaat Theo naar huis. Schiedam, daar woont hij. Aan de singel, hier achter de kerk. En is het thuis weer goed toeven. Meestal gaat hij dan weer verder met ja, een ander werk, eigen werk. Het vrije werk, zoals kunstenaars dat meestal zeggen. Met deze fraaie dag daar is zijn lieve vrouw in de tuin bezig. En, op zo'n dag. Pas zo'n ontvangst wel natuurlijk. Het is nog vroeg in het jaar, de narcissen die staan in bloei. En aan de achterzijde van zijn huis, daar is een oude branderij waarschijnlijk. Waar Theo zijn rozenstruiken tegenaan heeft gespijkerd. En dan om een uur of drie, dan gaan ze samen de kinderen uit school halen. Ook weer zo'n dagelijkse ceremonie. Als je dan door dat oude Schiedam loopt, dan ziet het er toch heel wat romantischer uit dan wij dus eigenlijk normaal denken. En daar komt dan het gezin.